You want my soul? I want your back. Ik dacht niet dat het zo goed ging zijn. Het is zeer goed eigenlijk. Wat dat zo mooi is aan het concept van een man te tatoeëren en hem te verkopen. Het is een heel sterk beeld, zonder dat je specifiek dat beeld moet kennen. Het is een heel sterk verhaal. Het verhaal van Faust. Het is een middeleeuws verhaal van een man die zijn ziel verkoopt. Het is een beetje, hè, en nu heb je een modernere versie daarvan. Een man die zijn huid verkoopt. Ik zag dan ook, als ze dat maakten, dat ze nog improviseerden ter plaatse. Het was in de montage pas dat je zag, wauw. Die heeft dat goed gedaan. Zeer goed gedaan. Kunnen we wel stellen dat de Man Who Sold His Skin een kunstwerkje is? Ja, en ik vind ook dat mijn kunstwerk al een film was. With my latest work, I am exploring a new realm. Cinema.